nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan. Zeg, wees eens lief. Wil je niet even langer blijven, dan leg je de gewone mij erbij. Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven die veel beloven en niks doen. Dat is niet voor mij. Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe en misschien is dat dom. Het is wel een beetje hard, je bent het niet gewend, ik weet het grap, maar... Ik zat meestal hier te componeren, ja, liedjes maken, deuntjes maken, zeggen ze ook wel eens. Met mijn gitaartje. En dan had ik hier zo'n cassette recorder, dat was toen reuze modern. En zat ik te spelen en te zoeken naar de muziek. En hoe is, hier is ook Ik Doe Wat Ik Doe geboren? Hier is Ik Doe Wat Ik Doe geboren, ja. Maar ik vraag toch ook dit aan jou. Waarom jij hier doet en niet bij je vrouw? Ach, kom nou. We doen wat we doen. Zo, die is gestemd. Op een avond rijdt Lennart plotseling het huis uit en ik denk, waar gaat hij naartoe? Dus ik ben hem met mijn lelijke eentje heb ik hem achtervolgd en ging hij naar dat huisje daar op zo'n brommeltje. Zette hem neer, ging naar binnen en toen hij er pakweg na een uurtje uitkwam, had hij waarschijnlijk al het eerste opzetje geschreven in zijn hoofd van ik doe wat ik doe. Nee, het is niet druk, je bent vandaag de tweede, ach het einde van de maand, hè, altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden, vooral wanneer je nog wat extra's wil. En op het moment dat hij de deur weer uitkwam, ben ik gauw woep, weggescheurd en naar huis gereden. Ja. En toen je thuis kwam, en toen hij thuis kwam, wat zei je tegen hem? Ik ben naar bed gegaan. En hij zat op zijn werkkamer een beetje... Ja, dan ben ik in slaap gevallen, want dan kan je niet op wachten voordat er een tekst staat. Dat kan lang duren soms. Maar was jij geschokt? Nee. Wist je dat hij naar de hoeren ging? Ik geloof dat ik het toen niet wist. Ik vond een hoer geen concurrenten. Dus, en daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Kijk, een schrijver moet wel eens wat toeren uithalen om een tekst te schrijven. Niet waar? Maar ik vraag toch ook niet aan jou, waarom jij het hier doet en niet bij je vrouw. Ach, kom nou. Kan op. We doen wat we doen. Wij voeren vanaf Kornwerder Zand richting Amsterdam. En toen ben ik aan de tekst gaan zitten. En toen wij bij de Oranjesluizen waren in Amsterdam, was hij klaar. En ik liep naar boven. De brug op, zoals we dat noemen. Dat is dan de stuurhut. voor de landrot even uitleggen. Met een bandrecordertje. Ik zei, nou, luister maar, Len. Ja, het is goed. Ja, zo is goed. Dus het heeft een uur of 4, 5 geduurd, denk ik. De eerste 3 maanden dat hij uit was, werd hij niet gedraaid. Dat kon absoluut niet. En ineens pikte Radio Noordzee het op. En toen ging het als een gek. Wacht even hoor. Roslied slaat in. Wat staat hier? Als ze in mij die vrouw zien, is dat een compliment. Dan heb je je rol goed gezongen. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op de Frans of plaatjes kijken? Toe wees je stof. Of heb je al niets meer? Nou ja, vooruit. Wat kan het me ook schelen? Toe, kom maar hier en geniet maar eens een keer. Ik doe wat ik doe. En vraag niet waarom. En werd het een hit in Duitsland? Nee, je werd helemaal verboden. Ik werd uitgenodigd op een soort van... een ontvangstcomité en een feest en blablabla, want hij zou gelanceerd worden. En toen kwamen de dames en heren van de televisie van mevrouw Negen vinden het een heel erg leuk lied, maar u maakt hier totaal geen kans. U kunt beter meteen naar huis gaan. Hou jij nog van dit lied? Ja, dat wel. Het is, ja, nogmaals, het is een prachtige tekst.
En ik probeer hem ook elke keer weer te beleven. Maar soms denk ik ook wel eens, oh jeetje. Als je het theater inkomt en mensen beginnen al dat lied al te neurien. Dan denk ik, ja, jongens, eerst even dat andere allemaal beluisteren. Misschien doe ik hem wel, maar misschien ook niet. We doen wat we doen.